En we zijn weer vertrokken. Voor de 175ste keer vieren we de Gentse feesten. Burgemeester Daniel Termont mag voor de laatste keer de sleutel van de stad overhandigen aan feestenburgemeester Christophe Peters. Hier de lief van het F-punt. Er staat hier de lief. Dames en heren, zijn we ook mee pensioen van u. Al die erg onwegdrijfst. Guido, wij zijn u als kantenaars dankbaar en erkentelijk. Merci, merci, merci voor al wat u gedaan hebt. Guido de Leeuw. En je had een goede editie gast zijn. Laatste keer, laatste keer dat ik het volledig zal leiden. Maar goed, volgend jaar is 50 jaar trefpunt, dus het 50 jaar vernieuwde Gentse feesten. Dus ja, dat wordt ook iets speciaals en ik zal wel in de buurt dan ook zijn, maar niet als algemeen leider. Het orkest de Ladybirds uit Ledenberg mag de feesten in gang trekken op trefpunt. We hebben allerlei leeftijden, ook allerlei afkomsten, we hebben allerlei soorten mensen, ook van niveau van muziek, mensen die professioneel zijn, mensen die beginnend zijn of echt puur op een amateurniveau willen spelen. En nog een jaarlijkse openingstraditie, het Walter de Buck Ensemble. De prijs Walter de Buck gaat dit jaar naar Mustafa Aouchar, bezieler van het muzikantenhuis dat dit jaar 10 jaar bestaat. We proberen onze deuren open voor naar iedereen, dus toegankelijk maken. Zeker voor muzikanten en muziekliefhebbers zijn welkom in het muzikantenhuis. En ik probeer als muzikant daar een voorbeeld te geven voor iedereen. Dat ze proberen met andere culturen ook kennis maken. De Lords of Lightning zorgde gisteren ook voor een openingsspektakel van formaat. Het publiek stroomde massaal toe om de bliksemwerpers op de Sint-Michielsbrug te zien knetteren. Ik vond het echt superleuk, echt waar. Het was echt superwijs, het is echt ook origineel en al. En iets dat je niet alle dagen ziet. Super. Het is gewoon ongewoon machtig. Ja, mijn Peterkindje heeft ervan genoten. Superkrachten, dat is alles wat we nodig hebben. Hè? Superleuk. Met die ridders en met die zwaarden. Fantastisch, geweldig. Ik vraag me af, die mannen in die maliënkolders, wauw, dat is iets. Ik denk dat die ganse elektriciteit door hun lijf moeten krijgen. Geweldig gewoon, ja. Nog nooit zoiets gezien. Ja, dat vond ik wel gevaarlijk. Ik stond met mijn knieën een beetje te bibberen van schrik. De draak op het Belfort was de kers op de taart. Een schitterende afsluiter van de eerste druk bezochte Gentse feestendag. Vandaag mochten de kinderen de feesten openen met op kop een heel ambitieuze kinderburgemeester, Sophia. Ik wil ook graag volgend jaar naar de Gentse ziekenhuizen, zo met ze, ik weet niet of dat kan, maar zo de stoet een beetje verlengen, zeg maar, dat er langs een van de Gentse ziekenhuizen kan. Dan kunnen we daar ook een keer binnenspringen met kinderen die daar niet zoveel van kunnen genieten. We zijn op weg naar Gentopia, het kinderdorp in het Zuidpark. En zoals altijd, elk jaar wordt dit geopend door een kleurrijke kinderstoet. Fantastisch evenement, vorig jaar ook een groot succes. En dat zal het zeker en vast dit jaar ook weer worden. We hebben gisteren 110.000 bezoekers geteld, wat er 20.000 meer was dan vorig jaar.
En eigenlijk is het de beste openingsavond sinds we begonnen zijn op vrijdagavond. Moet u nogal weer waarschijnlijk tussen al die meisjes, of niet? Dat valt redelijk mee. Als je de dans geleerd hebt, dan kun je dat dansen en dan mocht je manneke wel staan. Het gaat over een poes en zij is eigenlijk een beetje verliefd op de wereld. Dus ze is verliefd op alles en ze is heel lief. Ik ga ganse namiddag nog in de ganse feest verleiden. En wat staat er allemaal op de planning? Een beetje naar de kermis en lekker dingen eten en zo. De feesten zijn nog maar begonnen, maar jullie waren al massaal geweldig. Hier zijn enkele mooie momenten van dag 1. Tot morgen en een goede Gentse feesten.